Lange rijen gisteren bij de stadions van Willem II en NAC Breda. De twee wedstrijden met als inzet een plek in de Eredivisie worden in een vol huis gespeeld. Maar dus wel zonder uitsupporters. Dit tot grote teleurstelling van de supportersverenigingen van beide clubs. De derby, dat is een van de mooiste wedstrijden die er zijn. En dan, ja, gewoon, niet alleen de derby, maar alle wedstrijden horen gewoon met uit- en thuissupporters te worden gespeeld. Weinig begrip opbrengen eigenlijk voor het besluit. Wij vinden dat ongeacht het belang van de wedstrijd en ongeacht de plaats op de ranglijst, altijd supporters van beide kampen aanwezig moeten kunnen zijn. En ja, we vinden het triest dat de gemeente en de clubs, beide clubs hebben besloten dat het toch niet mogelijk is. Tilburg en Breda willen geen uitsupporters toelaten uit angst voor ongeregeldheden. Via haar website laat de gemeente Breda weten. De wedstrijden tussen NAC Breda en Willem II zijn sinds jaar en dag risicovol. Zo ook deze keer. Er staan grote belangen op het spel. Dat gaat samen met verhoogde spanningen onder supporters. De supportersverenigingen zijn het niet eens met die conclusie. Ja, er staat altijd wel druk op deze wedstrijd. Het is natuurlijk altijd een rivaliteit, maar volgens mij het lijkt of het door angst is ingegeven. En angst is volgens mij altijd een slechte raadgever. En de afgelopen jaren zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest bij Willem II NAC en bij NAC Willem II. Je moet ervoor zorgen dat in ieder geval niet de goede weer onder de kwade leiden. Dat is altijd het geval en dat blijkt deze keer ook weer helaas. Morgen speelt Willem II eerst uit bij NAC. Supporters van Willem II kunnen de wedstrijd in hun eigen stadion volgen op grote schermen. Op zondag is de return in Tilburg. NAC-supporters kunnen dan terecht in het eigen Radverlegstadion.